Ja, ja, beter. Donderdagavond alweer. Jeetje mina, 28 mei. Welkom allemaal. Klokslag 9 uur. Ja, je voelt, er gaat wat gebeuren. Het is de tweede ronde van de Stay Home League of Darts. De intro doet het niet. We hebben een kleine... Oh. Nou, dan gooien we even reclame in. Onderdelen maken het verschil. Kies daarom voor minicaparts.nl. Gelijk door naar de reclame. Ja, het maakt allemaal niks uit. De intro deed niet, maar we zijn weer live in ieder geval. Naast me, zoals jullie zien, Bastiaan, Florijn, Gaucho. Welkom. Dank je. We gaan even het programma doornemen van vanavond. En, Lijkt me goed. Dan pakken we er even bij. We beginnen zometeen met Henrico van der Pol tegen Raymond Buijs. Ja, goede affiche gelijk. Ik denk mooie aftrap van de avond. Ja, de nummer 11 tegen de nummer 32. Wie zal het nou zeggen? Volgens mij hebben ze alle twee niet echt een heel makkelijk begin gehad. Maar ja, dit is toch wel een hele mooie testcase. Gelijk aan het begin van de avond. Dan zitten we er gelijk lekker in. Dat kan niet anders natuurlijk. Is even de vraag, ja kijk, misschien wel het minste affiche van vanavond, maar laten we dan meteen de tweede wedstrijd erbij pakken. Dennis de Haas tegen Maarten Hielsen, misschien toch wel de kraken vanavond, hè? Vooral als je naar die wereldranglijst kijkt. Ja, zeker. Op papier is dit denk ik de match van de avond. Dat is wel een beetje het klapstuk, zou het moeten gaan worden. Maar goed, je weet het niet, hè? Wat allemaal op papier staat, dat moet allemaal in de praktijk nog bewezen worden. Ik kan het zelf weten namelijk. Hè? Daar kijken we zo nog even op terug, hè, als we naar de resultaten kijken. We zijn dan benieuwd en dan ja, eindigen we, ja, we zeggen 5:30. Ja, goed, dan moet alles heel snel verlopen. Dat kan wel eens tegenvallen. Met alsnog een mooie pot. Edwin de Jong, de nummer 4 van de wereldranglijst, tegen Robert Witte de Jong, de nummer 22. Vanuit Café Lobbes speelt hij. Wat verwacht je van die pot? Ja, dat is ook wederom een mooie afsluiter. Maar ik verwacht wel... Robert Witte de Jong is dan toch wel een dark horse, zoals dat dan zo mooi heet. Ik denk dat hij nog wel eens verrassend uit de hoek kan komen. Ik denk dat de jongen hem niet te gauw bij de dubbels moet laten komen. Want dan kan het nog wel eens zijn Waterloo worden vanavond. En dat zal dan toch een verrassende... Ik zet op Witthaar in als de verrassing van de avond eigenlijk. Ja, jij kent Witthaar goed natuurlijk, hè? Zeker, zeker. Ja, ik denk dat het toch wel een zware kluif voor de jongen gaat worden. Alhoewel, die jongen, ja, hè, als die het op zijn heupen heeft, dan kan hij het iedereen lastig maken. Maar ik zet mijn geld toch in op Witthaar de Jong, de Warrior. Ja. Hoe zit het met de zenuw van de spelers, denk ik? Want jij hebt zelf hier gestaan vorige week. Ja. Was jij zenuwachtig? Ja, zeker. Dat merk je. Dat merk je. Je staat in de spotlights. Plankenkoorts, dat soort termen, ja, daar komen er dan bij. En ik denk dat de spelers, ondanks dat ze natuurlijk een paar potjes hebben gehad, het wordt steeds spannender en spannender. En dan kan het bijna niet anders dan dat ook effect gaat hebben op het niveau. En we zullen dat denk ik heel snel gaan merken. We gaan het zeker merken. We pakken even de toernooiladder erbij. En dan zien jullie meteen de uitslag erbij staan. De eerste ronde is dus volledig gespeeld. We zagen Dennis Willemsen met 2-0 winnen van Jeroen van Dijk. De vervanger van Tobias van IJs. Die dus met een ribblessure niet mee kon doen. Ja, Bastiaan Florijn, zoals gezegd, verloor van Martin Bouw met 1-2. Dennis de Haas, die zien we dus aan het werk tegen Martin met 2-1 van Martin Schreuders. Jilsing won van Pino met 2-1. Aaron Kok verloor met 0-2 van Henrique van der Pol. Bob Noordzij verloor met 1-2 tegen Raymond Buijs. Koen Bos, ja, toch wel de smaak maken misschien van het toernooi. Verloor met 1-2 van de Jong. En Witte de Jong won toch wel verrassend met makkelijke cijfers. 2-0 van Wilmar van der Guchten. En dan gaan we denk ik starten. Ik roep Ed er even bij voor de filmpjes. Dan gaan we starten met de eerste wedstrijd van vanavond. Dat is Henrico van der Pol tegen Raymond Buijs. De nummer 11 van de wereldranglijst tegen de nummer 32. Maar dat kan na het toernooi natuurlijk helemaal anders zijn.